Er zijn heel veel verenigingen, mensen die hardlopen, mensen die gaan fietsen, skiën, wandelen, met een bus mee, wat ze allemaal gaan doen. En ja, die mensen halen allemaal hier de vlam op, die zometeen op 12 uur worden ontstoken op het 4-5 Leiplein voor Hotel de Wereld. En die gaan dan met de officiële vlam van het eeuwige vuur naar hun woonplaats toe lopen, fietsen, rennen, springen, wat ze maar doen. Ja, ik denk dat hier, zoals vanavond, denk ik dat hier een man op misschien wel 2000 hier weggaat in allerlei groepen, dus in alle categorieën en op alle mogelijke manieren. Nou ja, 100 doen we niet. Wij zijn een actieve vereniging, dus wij gaan hardlopen. Wij gaan straks 90 kilometer, dus van Wageningen naar Zon. Dat gaan we in estafette volgen. Dus we gaan met 10 lopers gaan we daar om de beurt in estafette volgen naar huis toe lopen. Hoe end, jongen? Waar wil je er dan over? Als we zo meteen om 12 uur de vlam krijgen, dan gaan we even een kleine pauze inlassen. Want we moeten goed beginnen. We gaan even tot een uur of 1:15. Ja, wat ze bij stream zeggen, even de kroeg in, even moed in drinken. En dan gaan we zo meteen 12:15 gaan we weg. En dan hopen we om 9:30, want dan wachten de politie ons op in Hattem, aan de Hattemse kant bij Zwolle, om ons de stad binnen te halen. Dus we moeten om 9:30 in Zwolle zijn. Maar dan moeten we zo meteen hardlopen met de vlam. Dat is wel de bedoeling, alleen zitten we natuurlijk even met de droogte die er nu is. Zoals je weet is er allemaal nog code rood op de Veluwe en daar moeten wij overheen. Dus waarschijnlijk mogen we geen open vuur van doen. Dus dan gaan wij met een stormlamp gaan wij het officiële vuur over naar Zwolle. Ja, maar die kant is Het is zwaar, het is lastig, het is onhandig. Maar wij hebben het alle jaren gedaan, zodat wij gewoon met de fakkel in de hand gewoon de 90 kilometer volbrengen. Maar ja, als die mag, dan is die anders. Dan doen we met de storm al thuis. Ik sta hier met een stel hardlopers. Wil je even laten horen? Hey! Nou, wie is er heel erg fanatiek hier? Ja, ik doe al veel hardlopen. En hoe heb je je voorbereid? Nou, niet echt. Ik train gewoon normaal per week. En ik kan gewoon meedoen. Ik denk dat ik gewoon zoveel mogelijk ga lopen. Hoe oud ben jij? Ik ben 14. Jeetje, en van 14 gaan we naar? 55. En hoeveel kilometer ga je lopen? Waarschijnlijk toch wel een kilometertje of 10 nog meer. Maar hoe zit het dan de volgende dag? Hè? Want dan kom je dus rond de uur of 9 aan in Zwolle. Laten we het even een beetje ruim houden. Is het dan zo dat je dan nog een bevrijdingsfeest gaat vieren? Nou, even voor vorig jaar kijken, zag ik om 2:30 mijn bed en ik dacht ik ga nog naar het festival. Ik werd wakker en toen was het afgelopen. Dat is wel heel erg jammer. Wie gaat er wel aan de borrel? Ja, dat is gehoord. Wie gaat er aan de borrel? Zeker. Maar val je dan niet dood neer? Ik weet het. Hé, maar dat is wel tof, want jullie gaan met de boel en daar staat mijn collega Henk Canning. Ja, we kennen Henk Canning natuurlijk vanuit de oude atletiektijden, lid van AVPC, dus ja, als Henk Canning nu al meeluistert, maar dat zal hij straks zeker doen, en gaan we hem zeker spreken en dan gaan we hem zeker op het podium nog even begroeten. Nou, doen we goed en succes zo meteen allemaal, hè? Dankjewel.